Hier ziet u zo'n telescoop. Kijk, hier staat een ingenieur die de telescoop aan het bouwen is. Even ter vergelijking, hè? Zo'n mannetje. En dat is dus die enorme telescoop. Daarmee kun je de verste melkwegstelsels zien. Daarmee kun je zien wat er aan de hand is in het heelal. Hoe kun je vanaf de aarde zien waar sterren van gemaakt zijn? De Universiteit van Nederland presenteert sterrenkundige professor Dr. Ralf Weijers. Sterrenkunde is een volkomen zinloze bezigheid. De sterren zijn zo ver weg. Je kunt er nooit naartoe. Je kunt ze niet aanraken. Je kunt dus nooit erachter komen waar ze van gemaakt zijn. En als je niet weet waar ze van gemaakt zijn, kun je natuurlijk ook nooit begrijpen hoe ze werken. Zinloos. Aldus de Franse filosoof Auguste Comte, ongeveer in 1800. Wel nu, ik zou dat verhaal natuurlijk niet vertellen als hij gelijk had. Dus laten we daar eens even naar gaan kijken. Een tijdje nadat Auguste Comte dat gezegd had, waren een aantal sterrenkundigen en natuurkundigen weer eens aan het kijken naar de regenboog. En zoals u weet, een regenboog is niets anders dan het licht van de zon in alle kleuren uiteengelegd door de breking van licht in waterdruppeltjes. Hè. Alle kleuren licht worden iets anders gebroken in een waterdruppeltje en daardoor komen ze naast elkaar te liggen, zie je in plaats van het witte licht zo'n mooie regenboog. Nou, dat kun je in een apparaat, zoals ik hier bij me heb, een spectrograaf ook doen. En als je dan het licht van de zon door zo'n spectrograaf haalt, dat is eigenlijk een prisma met een paar lenzen erbij, dan zie je zo'n plaatje van het hele spectrum van de zon, alle kleuren naast elkaar. Maar wat dan opvalt, en dat viel vlak nadat Comte dit gezegd had, voor het eerst in Engeland Wollaston en in Duitsland Fraunhofer op, je ziet niet alle kleuren in het spectrum van de zon. Er ontbreken er een paar. Hè? U ziet heel duidelijk een aantal van die zwarte lijntjes. Ze hadden geen idee wat dat betekende. Maar een halve eeuw later, in 1860, waren Bunsen en Kirchhoff in Duitsland in een laboratorium bezig om te kijken wat er gebeurt als je een chemisch stofje laat gloeien en dan met een spectrograaf naar het gloeiende stofje kijkt. En wat zij toen vonden, kun je zien op het volgende plaatje. Zij vonden dat als je naar zo'n gloeiend stofje kijkt, dan zie je niet alle kleuren licht met een paar eruit, maar dan zie je juist het omgekeerde. Dan zie je bijna geen kleuren licht en een paar lijntjes van licht die er nog wel zijn. En die lijntjes van licht zijn een vingerafdruk van een bepaalde soort atoom. En aan die vingerafdruk kun je het atoom ook herkennen. Ik zal dat proberen hier te laten zien aan de hand van deze spectrograaf. Dit is een foto die we eerder hebben opgenomen. Maar als we nu het licht even heel erg dimmen in de zaal, dus we maken het hier zo donker mogelijk, dan kun je zien dat je hier inderdaad, hier is een lampje en het licht van dat lampje schijnt door een spleetje en dan zie je hier inderdaad op het scherm een paar lijntjes verschijnen, een gele, een groene en een paar paarse. En dan is dus de vraag, wat betekent dat? Kan ik nou aan de hand van deze vingerafdruk zien waar het lampje van gemaakt is? En het antwoord is ja. Laten we maar eens even kijken. Ik zag een gele, een groene en dan een paar paarse. En dit is kwik. Dus het is een lampje met kwikdamp. En als je bijvoorbeeld een lampje van natrium had genomen, had je alleen maar één gele lijn gezien, bijna andere de andere niet. En deze oranje lijn kent u trouwens allemaal. Want de lampen langs snelwegen, dat zijn natriumlampen. En daarom zijn die oranje, omdat natrium maar één kleur uitzendt. Als we nou nog een keer kijken naar het zonnespectrum in het volgende plaatje, dan zien we dat de donkere lijntjes in het spectrum van de zon precies kloppen met de lichte lijntjes van bepaalde chemische elementen. Dus je ziet gewoon de vingerafdrukken van chemische elementen. Je ziet dus waar de zon van gemaakt is. En de zon is 70% waterstof, dus die zie je het duidelijkste hier al heel. En al die andere lijnen komen van alle andere elementen af. Dus zo weet je waar de zon van gemaakt is. Sterrenkunde 1,
Franse filosofie, Nilpois. Goed, sterrenkunde heeft dus wel degelijk zin. En als je dan kijkt naar al die soorten licht en naar die spectra, blijkt dat je daaruit niet alleen kunt afleiden waar de ster van gemaakt is, je kunt ook afleiden hoe zwaar de ster is, hoe snel de ster ten opzichte van ons beweegt, hoe snel ze draait, enzovoorts, enzovoorts. En dat alleen al uit het zichtbare licht. Maar wat u waarschijnlijk ook wel weet, is dat licht is niet alleen zichtbaar licht. Licht is een golfje. En als je kijkt naar dat golfje, dan zie je dat de lengte van dat golfje, dus net, u moet echt voorstellen, zoals een golfje in water, zo is het een beetje, maar dan van elektriciteit en magnetisme. En de lengte van dat golfje bepaalt de kleur van het licht. Is het ongeveer 400 keer 1 miljardste meter, dan is het blauw licht. Is het 800 keer 1 miljardste meter, dan is het rood licht. Maar is het bijvoorbeeld 1 meter, dan is het radiostraling. En is het 1 miljardste van een meter, dan is het röntgenstraling. Dus al die soorten straling, radio, röntgen, infrarood, ultraviolet, zichtbaar licht, is allemaal hetzelfde. Wat we noemen met een technisch woord een elektromagnetische golf. En die golfjes die dragen ook energie. En dat is eigenlijk de reden waarom zo'n atoom een unieke vingerafdruk heeft. Ieder atoom heeft alleen bepaalde energieën die het kan hebben. En die zijn voor ieder atoom, omdat het uit een verschillend aantal elektronen bestaat, verschillend. Dus die atomen kunnen van de ene energie naar de andere springen, maar niet zomaar iedere willekeurige energie. En als een atoom verandert van energie, energie is behouden, dan moet dat atoom wat energie afgeven of wat energie opnemen. En dat kan het doen door het uitzenden van een pakketje licht of het absorberen van een pakketje licht. Dus de kleuren licht die bij die vingerafdruk van een atoom horen, die corresponderen precies met de energieverschillen die zo'n atoom allemaal kan hebben in zijn verschillende energieniveaus. En omdat die voor ieder atoom uniek zijn, is die spectrale vingerafdruk ook uniek. En daardoor kun je weten waar iets van gemaakt is, ook als je het niet kunt aanraken. Nou, voor sterrenkundigen is dat bijzonder belangrijk. Want we kunnen de dingen inderdaad niet aanraken. Dus alles wat we hebben is het licht dat we van hemellichamen kunnen opvangen. Vandaar dat wij graag telescopen bouwen en ook grote telescopen. Want de dingen die we willen bekijken, die zijn natuurlijk heel ver weg. En in zekere zin, hoe verder weg ze zijn, hoe interessanter ze zijn. Want verder weg is ook langer geleden, dus dan kijk je verder terug in de geschiedenis van het heelal. Dus als je het allervroegste heelal wil zien, dan heb je de allergrootste telescoop nodig. Om van dat hele zwakke objectje nog wat licht op te vangen en daaruit te leren wat het is. Hier ziet u zo'n telescoop. Kijk, hier staat een ingenieur die de telescoop aan het bouwen is. Even ter vergelijking, hè? Zo'n mannetje. En dat is dus die enorme telescoop, daarmee kun je de verste melkwegstelsels zien, daarmee kun je zien wat er aan de hand is in het heelal. Andere dingen doen we ook wel eens om te beginnen zelf, bijvoorbeeld de LOFAR-radiotelescoop, die is in het noorden van Nederland eigenlijk net geopend. Hier ziet u het centrum van die telescoop, dat is een eilandje van 350 meter middellijn, waar een heleboel radioantennes staan. Die radioantennes vangen licht, radiostraling uit de ruimte op en een heel grote computer in Groningen, die rekent uit al die radiosignalen dan uit hoe de radiohemel eruit ziet. Dat is een vrij ingewikkelde techniek, waarbij je het allerbeste in radioontvangertechnologie combineert met het allerbeste in computertechnologie, om te zien hoe de hemel eruit ziet in radiostraling. Nou, die LOFAR-telescoop staat niet alleen in Nederland, hier staat het hart, maar tot 1000 kilometer hier vandaan, dit is bij Exlo in Oost-Drenthe, dus tot in Zweden, Engeland, Frankrijk, Duitsland en straks zelfs Polen toe, staan er antennes van die LOFAR-telescoop. Hoe groter je de telescoop maakt, hoe fijnere details je ermee kunt zien, hoe zwakker licht je kunt opvallen. Dus we maken er een hele grote telescoop van. Een vraag die ik ook wel eens krijg is, ja, dat kost allemaal zoveel geld, die sterrenkunde. Dat kunnen we ook wel ergens anders aan uitgeven. Is dat nou ook nog ergens goed voor? Nou, dat is een leuke vraag. Mijn tegenvraag is dan meestal zoiets als, is de Mona Lisa ergens goed voor?
In eerste instantie doe ik helemaal geen sterrenkunde omdat het ergens goed voor is. Ik doe het omdat ik zo'n klein jongetje ben dat onder de sterrenhemel staat en vraagt, papa, waarom is het donker 's nachts? Maar goed, het blijkt toch nog wel zo te zijn dat uiteindelijk de sterrenkunde nog ergens nuttig voor is. Want, behalve dat het onze nieuwsgierigheid bevredigt, is het ook nog zo dat het bouwen van die telescopen, daarmee duw je high-tech tot de uiterste grens. Computertechnologie die voor sterrenkunde wordt gebouwd, is soms de beste computertechnologie er is om onze modellen te maken, om onze radiotelescopen te draaien. Wi-Fi is uitgevonden voor de radiosterrenkunde. Sterrenkundigen die nu in Nederland, in Leiden, bezig zijn om te proberen planeten bij andere sterren te vinden, die hebben ontdekt dat je met hun meettechniek ook fijnstof in de atmosfeer kunt meten. En dat je met hun meettechniek ook huidkanker eerder kunt ontdekken dan we eerder dachten. Dus indirect zijn er allerlei spin-offs waardoor we ons leven toch wel vooruit helpen. Maar voor mij is en blijft het allerbelangrijkste, ik doe sterrenkunde omdat ik gewoon wil weten hoe het heelal in elkaar zit en waarom het zo werkt. Goed. Nou heb ik u dus verteld hoe je kunt meten hoe de ruimte werkt, hoe je dingen in de ruimte vindt. Maar dan is de volgende vraag natuurlijk, als ik al die metingen heb en ik weet hoe een ster eruit ziet en wat de eigenschappen zijn, kan ik zo'n ster dan ook begrijpen? Kan ik ook begrijpen waar een ster vandaan komt en waar ze naartoe gaat? Dat is het onderwerp van het volgende blok.